Wim Hof. Vader De Niro, moeder Edith Spartberry van Rizzione. Daarachter Sander Witt en klassieker gefokt bij C. Rings Kramer. Job van Aert het E. Rings en C. Rings Kramer de geregistreerden. En de score in de competitie 261 punten. Slotterfry zit in het zadel van Jason, nummer 803, 803. Jason is de zoon van Johnson, uit Elite Preferente Mary van Negro. Dan Wisconsin Amar, gevokt bij Weverschuren. Geregistreerde van Holst Horses. En de score voor Jason 245 punten. Finale, Annemone Harslux, hengstencompetitie dressuur, klasse M. We gaan beginnen. Gaan over op de rechterhand. Bij A zijn we begonnen in arbeidsdraf doorzitten op de rechterhand. Tussen M en B, minimaal 15 meter schouder binnenwaarts. Daarna richting K verruimen en weer terug naar arbeidsdraf. Tussen H en E, minimaal 15 meter schouder binnenwaarts. Daarna richting F verruimen en weer terug naar arbeidsdraf. Bij B grote volte licht rijden en enkele keren met beide handen over de hals naar voren en weer terug bewegen. Daarna de hoefslag volgen. Tussen A en K een overgang maken naar arbeidsstap. Van E naar M van hand veranderen, uitgestrekte stap. Bij M het paard weer in de hand stellen. Korte zijde bij C, arbeidsgalop links aanspringen. V, grote volte. Op de volte enkele sprongen verruimen en weer verkorten. Daarna hoefslag volgen. R in arbeidsstap overgaan en afwenden richting S.
S rechts wenden en arbeidsgalop rechts aanspringen. P, grote volte. Op de volte enkele sprongen verruimen en weer verkorten. Daarna hoefslag volgen. VS middengalop. Bij B door een S van hand veranderen, in arbeidsstap overgaan en voor E arbeidsgalop links aanspringen. PR middengalop. Korte zijde bij C, overgang naar arbeidsdraf. Van S naar P over de diagonaal middendraf. E, grote volte, hals strekken. Stap overgaan. En de hoefslag volgen. Dat waren de eerste twee combinaties. Charlotte Fry, dames en heren, presenteerde Jason, de zoon van Johnson Negro. En u zag Renate van Aertert met Just Wim Hof van De Niro maal Rizzione. Nou, reuze nieuwsgierig wat hier de score gaat worden. We gaan het zo dadelijk weer in beeld zien. En we nemen de toelichting van Monique Peuts. Ja, we hebben de klasse M. Daar hebben we twee hele fijne paarden gezien. We zien ook heel duidelijk dat in deze proef al iets meer gevraagd worden. Paarden moeten